Bij internationaal zaken doen denk je misschien niet meteen aan onderzoek van de Hogeschool Windesheim, maar toch is het zo. Vandaag praat ik met Huub Ruel. Hij is lector International Business bij Windesheim. Welkom, Huub. Handelsmissies leveren zelden iets op, kopte de Volkskrant nog niet zo heel lang geleden. Dat is al een botte statement. Hij kwam van jou. Klopt. En dat is ook zo als je gewoon het onderzoek erbij pakt dat er gedaan is naar het effect van handelsmissies. Handelsmissies als zodanig zijn niet de exportboosters. Zijn handelsmissies dan niet zinvol? Nou, ze zijn wel zinvol, maar ze zijn een onderdeel van een hele cyclus rondom internationalisering. Als bedrijf is een handelsmissie niet zomaar iets waar je koud in zou moeten stappen. Het kan een soort van oriëntatie zijn, maar dan is de kans groot dat je vervolgens nergens landt. Dus er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn. En dat is een goede voorbereiding op zo'n handelsmissie. In die handelsmissie moet een goede matchmaking zitten. En vervolgens een goede follow-up. En dan heb je kans, en een grotere kans, veel grotere kans, dat je vervolgens ook met ofwel zaken doen, contracten terugkomt. Ze leveren zelden iets op voor kleinere bedrijven. Want grote bedrijven hebben natuurlijk afdelingen en allerlei experts die meegaan. Maar met name kleinere bedrijven hebben nogal moeite om die business op te halen. Inderdaad. Voor kleine bedrijven zijn met name eigenlijk handelsmissies ook de mooiste en de beste instrumenten. Grote bedrijven hebben vaak hun eigen netwerken al opgebouwd en werken dan jaren toe naar een nieuwe deal in een land, China of India, waar dan ook. Maar met name kleine bedrijven kunnen juist in zo'n handelsmissie in groepsverband erg veel leren, ervaring opdoen. En dus ook die goede match vinden die ze nodig hebben. Want de eerste vraag die een ondernemer zich stelt is, als hij denkt aan het buitenland, is: met wie kan ik betrouwbaar zaken gaan doen? Hoe vind ik zo'n iemand? Nou, en dat proces kun je dus faciliteren met een handelsmissie, mits je dat ook goed voorbereidt, mits je dan vervolgens op die reis zelf ook de goede gesprekken hebt met een potentiële partners, en dat moet goed voorbereid zijn, en dat vervolgens ook die follow-up tijd geeft. Want zelfs in een land als Duitsland kan het nog wel 2 jaar duren voordat je echt zaken gaat doen. En dan moet je aan werken, aan die relatie. Dat verbaast me, want 2 jaar lang, jullie onderzoeken dat. Even iets meer achtergrond, de Hogeschool Windesheim. Mm-hmm. Wat kun je ervan vertellen? Het zit in Zwolle, onder andere. Ja, Hogeschool Windesheim is een van de grote hogescholen in Nederland, met ruim 20.000 studenten. We hebben 2 plekken, Almere, ook Lelystad, eigenlijk 3 dus, maar Almere is de meest recente, en Zwolle. Een brede range aan opleidingen. En we hebben bijvoorbeeld een faculteit, een domein, business, media en law, business, media en recht, waar ook weer een tal van bacheloropleidingen zitten. Bijvoorbeeld international business and languages enzovoort. Maar hogescholen doen ook onderzoek, daar hebben we lectoraten voor. We hebben erbij Hogeschool Windesheim 28. Die zijn weer georganiseerd in kenniscentra. En ik ben zelf lector international business, doe onderzoek op het gebied van internationaal zaken doen. En dat valt onder het kenniscentrum strategisch entrepreneurship. Is het nou voor een, want het is een hele mond vol, is het nou voor een ondernemer uit de regio, of is het veel Nederland, maar voor een ondernemer lastig om met zo'n hogeschool of misschien wel met jou in contact te komen? Want het klinkt interessant, je kan een soort van checklist aanreiken of een proces waarmee ik misschien wel succesvolle zaken kan doen. Maar hoe kom ik nou met jou in contact? Ja. Hogescholen zijn tegenwoordig, vind ik, ik zit in deze positie nu ruim 2 jaar, heel erg makkelijk te bereiken. En ik zou bijna zeggen, je mailt, je belt. Maar nog anders, ik ben zelf ook erg veel in die regio zichtbaar. We werken heel erg nauw samen met allerlei partners. Het MKB in de regio, de regio Zwolle gemeenten, dat zijn een groep van 19 gemeenten die samenwerken, de provincie, die allemaal bezig zijn om dat internationaal ondernemerschap beter op de kaart te zetten. En met die partners zit ik wekelijks, regelmatig, bij wijze van spreken, voortdurend in contact. Interessant onderzoek dat jullie doen is de Monitor, de International Business Monitor. Dat hebben jullie gedaan in de regio, maar zijn jullie ook aan het uitbreiden? Wat zijn dan de belangrijkste bevindingen vanuit die monitor? Ja. Allereerst, in die monitor staat een paar basisdingen. Nou, welke landen zijn nu de meeste ondernemers bezig om zaken te doen? Nou, dan vallen daar Duitsland, België, binnen Europa sterk natuurlijk op. Interessant is ook, wat we geprobeerd hebben, is om dieper in dat proces van internationaliseren te kijken. En we hebben daar profielen voor ontwikkeld. En afgelopen jaar bleek dat je ondernemers in ieder geval in 3 categorieën kunt indelen. En het interessante was dat de grootste groep van
ondernemers die interesse hebben om te gaan ondernemen internationaal, dat is 14% van de totale populatie die we hebben onderzocht, dat die in die D-Day's groep zitten. Namelijk de groep van ondernemers die eigenlijk er klaar voor zijn. Die hebben de resources op orde, dus die hebben geïnvesteerd, die hebben de markten verkend, die hebben de contacten opgebouwd en die zijn ook helemaal klaar om te zeggen, nou, ik wil het nu. En dat was op zichzelf opvallend, want het is van zo'n 14% en dat daar toch zo'n 60% in die categorie viel, dat was voor mij opvallend, want dat betekent dus eigenlijk een grote groep van ondernemers die willen internationaal ondernemen en die daar ook dus eigenlijk klaar voor zijn. En wat geven die dan aan? Want als je, dat is een hele interessante groep om mee aan de slag te gaan. Mm-hmm. Die zijn, wat je al zegt, ze willen graag. Hoe kun je die dan verder helpen vanuit Hogeschool Windesheim? Ja. Een van de dingen die we bijvoorbeeld doen is een matchmaking tool ontwikkelen. Er zijn natuurlijk heel veel matchmaking services op de markt of door overheden zelfs aangeboden. Maar ik ben natuurlijk een onderzoeker en we proberen toch te kijken, kun je dat nu ook bevestigd krijgen wat nu het beste werkt? En we zijn nu bezig met een project waarin we zeggen, laten we eens kijken wat is er op de markt aan dit soort tools beschikbaar, plus wat zegt bestaand onderzoek op dit terrein en kunnen we dat nu in een soort van best practice neerzetten hoe je een match tussen een partner van land 1 en land 2 bij elkaar brengt. Maar als je dat even heel plat slaat, ik wil bijvoorbeeld zaken doen in Duitsland, je gaf net aan dat duurt 2 jaar. Als ik zo'n test zou doen, wat zou dat dan mij voor inzicht opleveren? Dat zou de matchmaking tool zelf gaat je een partner opleveren. Dat is het doel van dat tool. Dat moet niet alleen maar een assessment tool zijn, een test tool, maar ook vervolgens als je dat traject doorloopt, dan leidt dat tot een partner. Rondom Duitsland doen we nog een ander ding. Dat is, we proberen in kaart te brengen, is er nu zoiets als een set van Duitsland competenties? We hebben het wel eens over competenties die ondernemers nodig hebben om internationaal zaken te kunnen doen en succesvol daarin te zijn. Wat zijn die competenties? Bijvoorbeeld het niet schrikken van culturele verschillen. Gemiddeld, mensen zijn allemaal verschillend. We hebben sommige mensen zijn sterker, wat ik dan noem met een zwaar woord, etnocentrisch. Redenering heel erg vanuit hun eigen normen en waarden set. Andere mensen zitten wat meer naar die etno-relativistische kant. Dus denken, nou ja, ik heb mijn eigen, maar waarom kan die van jou niet net zo goed zijn? Staan daar automatisch al wat makkelijker in. Als je wat meer naar die etno-relativistische kant zit, heb je veel minder moeite om, als je bijvoorbeeld China binnenkomt, om dan te denken, nou wat vreemd. Nee, dat vind je dan alleen maar interessant. Terwijl iemand anders die wat meer aan die etnocentrische kant zit, zegt van, nou dat vind ik allemaal eng. Oh, dat is toch wel raar. Daar moet ik nog eens over nadenken. Even terug op dat stuk Duitsland. Ja. Je hebt de proef op de som genomen, want je bent in februari van dit jaar, 2015, ben je naar Turkije gegaan met een groep ondernemers. Mm-hmm. Heb je daar ook getoetst op deze competenties van ondernemers voordat je met die groep ging? Ja. Nog net niet op de manier zoals ik het zou willen, maar wel in de basis wel. We hebben daar de ondernemers vragenlijstjes voorgelegd, online, in een makkelijke, easy to read setting, noem ik dat dan maar even, waarin ze konden zien van, ben ik klaar voor internationaal ondernemen? Hoe zit ik op die cross-culturele skills? En we hadden ook nog een derde element meegenomen, hoe sta ik tegenover innovatie? En, allemaal om de ondernemer een beetje een beeld, een plaatje, een spiegeltje te geven van hoe sta ik er nu in? En zijn ze succesvol geweest? Is de reis succesvol geweest? De reis was succesvol. Wat je zag is eigenlijk een bevestiging wat we wisten, dat is het interessante soms van het onderzoek, maar dat daagt ons alleen maar uit om verder te gaan. Dat is namelijk dat het niks oplevert? Dat het dus tijd kost, met name ook weer in een land als Turkije, om daar voet aan de grond te krijgen. Dus het idee, ik ga mee op handelsmissie en daar sluit ik mijn deal, is daarin bevestigd, eigenlijk weer in lijn met waar we dit gesprek mee starten, dat het niet zomaar de handelsmissies die je partner en die deal oplevert, maar dat het een proces is en dat je vervolgens dus moet investeren in die relatie en dan gaat dat zeker lukken. Dus de statement die we in de krant hebben gelezen, handelsmissies leveren zelden iets op. Wat jij daarmee wil zeggen, als ik het goed begrijp, is dat het zelden direct een deal oplevert, maar dat het een onderdeel is van een proces waarin je in dat land eerst gaat verkennen, je gaat relaties opbouwen, je vindt al dan niet een betrouwbare zakenpartner en dan kan het wat opleveren. Dus het proces duurt nou eenmaal langer. Ja.
Die Duitsland tool, even terug naar, of ik noem het even de Duitsland tool, maar de scan om te kijken of jij competenties hebt, de competenties hebt om in Duitsland succesvol te zijn. Hoe ver zijn jullie daarmee? Want wat gaat mij dat als ondernemer opleveren? Als ondernemer kun je vervolgens eerst dat moet uitmonden in een vragenlijstje. In iets dat in een app zelfs kan worden omgezet om eens te zeggen, nou, ik wil naar Duitsland. Maar heb ik nu ook die competenties, die dingen die ik nodig heb om in Duitsland succesvol te zijn. En dat we denken dat we daarin slagen om daar die specifieke Duitsland-elementen uit te halen. Dus we kunnen het even doen. Ik kan moeilijk vooruitlopen op de definitieve resultaten, maar even toch maar weer de stereotypen, maar die zullen daarvoor een deel toch wel, zie ik, een beetje bevestigd worden. Dat is dat je in Duitsland ook dat je daar ook die relatie belangrijk is. Nederlanders, zeg ik dan even iets vanuit een stereotype perspectief, zitten nogal sterk op, nou, pragmatiek, we slaan die deal dan, hoppakee, in de pocket. Hè. Duitsers moet je toch ook laten zien dat je niet één keer langskomt en denkt, vervolgens gaan we zaken doen, maar kom terug, kom nog eens een keer terug. En dan denkt die Duitser, hey, ik heb te maken met een serieuze partner. Een tweede is vaak dat Duitsland heel erg vol zit met op kwaliteitselementen. Hè. Als je wilt toeleverancier wil worden van bijvoorbeeld de maakindustrie, dan moet je aan allerlei kwaliteitseisen voldoen. En dat is ons Nederlands ook niet onbekend op zich, maar Nederlanders ervaren toch wel, als ze in Duitsland toeleverancier willen worden, dat dan toch wel echt iets is waar ze serieus aan moeten werken, want Duitsers hechten echt aan kwaliteit. Nog belangrijker zelfs soms dan prijs. En die goede voorbereiding kun je dus toetsen. Mm-hmm. Je kan jezelf kwalificeren in meer of minder geschikt en al dan niet je maatregelen daarop nemen om te zorgen dat je je boel op orde hebt. Mm-hmm. Twee hele concrete voorbeelden van wat een hogeschool, in dit geval Windesheim, kan betekenen voor internationaal zaken doen. Volgend jaar, 2016, wat zijn jullie aan het doen? Wat zijn jullie van plan? Wauw. Allereerst gaan we weer de internationale monitor uitzetten, want dat wordt een jaarlijks te halen tool om nog beter inzicht te krijgen. En met name dus een aanvulling te zijn op die bestaande gegevens, want er zijn wel allerlei bronnen die proberen, ik denk aan het CBS, inzicht te geven in hoe internationaal is Nederland, maar die geven heel erg weinig inzicht in echt in wat er in die bedrijven zelf en hoe ondernemers daar zelf in staan. Dat is, ja. Een tweede is dat we een reeks van handelsmissies willen gaan organiseren. Niet zozeer omdat we nu een hogeschool zijn die handelsmissies organiseert, maar we willen aan die methodiek werken. We hebben een handelsmissie naar Iran op het programma staan. Duitsland komt er weer aan, want Duitsland is werkelijk echt een land waar we als Nederland samen sterken. De Noord-Europese, Noordwest-Europese hoek, noem ik dat maar even. De innovatieve hoek van Europa. Wellicht wat aanmatigend, maar helaas dan toch maar even. Om die krachten te bundelen, daar hebben we ontzettend veel aan als Nederland. Dus dat staat op de rol. De Duitsland competentie assessment tool moet klaar zijn. Ik moet even... Nou, dat zijn drie hele concrete dingen die je toch vanuit het lectoraat aan ondernemers in het MKB gaat aanreiken. Waar kunnen ondernemers zich melden als zij met jou op pad willen? Ze kunnen zich melden. Ja, ik vind het zelf nooit leuk om te zeggen van, nou, je kunt bellen of mailen enzovoort. Want het klinkt net alsof de ondernemer de stap moet zetten. Maar ik probeer zelf zichtbaar te zijn in de regio op verschillende activiteiten. Maar inderdaad, gewoon bellen, mailen, appen, het mag allemaal. Want ik reageer, want dat is de manier waarop we zaken willen doen. Hogeschool Windesheim heeft een prachtige website. Ga er naartoe, zoek Huub Ruel op voor je stappen naar het buitenland, waarin je makkelijke en eenvoudige checklist kan vinden, praktische informatie. En we kunnen zelfs met de Hogeschool Windesheim mee op pad naar het buitenland. Dankjewel.